Ik geloof niet dat jij deze video kunt liken als jij ziet hoe het karakter heet wat voor mij staat. Er gaat een raar verhaal in dit Minecraft-dorp en het leek mij een verstandig idee om er gewoon niet voor ingenomen in te gaan. Dus niet met een mening over wat ik denk, nee, gewoon blanco. Als een niet beschreven A4'tje. Is dat een goede vergelijking? Dat weet ik niet. Schijnbaar is er iemand uit dit dorp bezet. En zijn naam is... Mr. Zero. Meneer Nul ook wel genoemd. Ik sta nog wel bij de village. Maar ik ben er niet meer welkom. Het is waar? Je bent inderdaad... verbannen? Dat heeft zo zijn reden. Vertel. Ik ben nieuwsgierig. Volgens de inwoners is mijn hobby uit de hand gelopen. Hobby? Wat dan? Vinden ze Pokémon niet leuk? Wat is mijn hobby, vraag je? Eigenlijk niet. Nou, het maken van niet bestaande mobs. Monsters in Minecraft. Mega monsters. Oké. Ergens begin ik al te snappen waarom je niet meer welkom bent. Jij ziet eruit als iemand die wel nieuwsgierig is. Misschien. Wil je ze zien? Open de kist dan. Je staat daarvoor. Je staat daar. Hoe kan ik nou iets zien? Wat is dat? Dat is je perktoot. Oké, sorry. Goed, prima. Oké. Obsidian armor. Dat ziet er best wel. Ik zie er wel een beetje uit als meneer Zero. Ja, waarschijnlijk heeft hij daarom de armor er ook in gedaan. Ik wil het best aanhouden, maar niet met de helm. Dat is me net even iets te veel. Oké, prima. Wat zit er nog meer in? Een obsidian smacker? Oké, wacht even. Dat klinkt awesome. En dit zijn de mobs waar het om draait. Wel, laten we ze uitproberen. Op nummer 1 hebben we de hoek horror. Waar is die? Is die... Ah! Oké, dat is interessant. Misschien dat ik toch liever even een diamond sword gebruik. Dat was de eerste mop. Op zich viel het mee. Soort van. De tweede is Rakshasa. Guys? Wow! Ik zou mijn geluid wat harder zetten voor de mensen die daar behoefte aan hebben, maar... Dit beest. Waarom ben jij zo sterk? Het voelt als fitness. Hij werd onzichtbaar de laatste 10 seconden. Oké, dan hebben wij hier de vuurhond. Nee, doe ik niet aan mee. Doe ik niet aan mee. Oké. Dan hebben we hier de Shrieker. Wie bedenkt deze namen? Mr. Zero. Is dat jouw idee om ze dit soort moeilijk uitspreekbare namen te geven? Nou, de namen zijn cool. Ik vind eigenlijk alle namen cool. En zolang ze niet beledigend zijn voor mensen, is het prima. Lijkt mij dan tenminste. Een champignon! Die een erg raar geluid maakt voor een champignon. Oké, wat hebben we nog meer, guys? We gaan eens even checken. We hebben hier de Ghoul. Sorry hoor, sommige dingen die gaan echt niet door mijn virtuele vierkante Minecraft ogen. Want die heb ik in Minecraft. Oké, tot nu toe. Ergens kan ik me wel voorstellen dat dit dorp heeft besloten van... Hey, jij bent niet meer welkom. En dat komt waarschijnlijk omdat deze mobs één, best wel eng zijn. En dat is nog alleen maar het boek beoordelen op zijn kaft. Alleen als je het boek dan openslaat, dan willen ze je meestal ook nog aanvallen. En dat is minder prettig. Oké, de volgende is de... Ik kan het niet uitspreken. Hallo? Wacht eens even. Oké. Nee. Jij lijkt op een inktvis. Octopus. Man. Iets. Zombie. Ben niet leuk. De volgende is de... Vescavor? Oké. Geluid gaat uit.
En jij wordt ingemaakt. Wauw, dat is letterlijk hoe mijn computer klinkt wanneer ik Minecraft probeer te spelen met te hoge render distance. Oké, next up hebben wij, jij gaat weg, het Rust Monster. Het vastgeroeste monster. Waarom klinkt dat even erg als dat het er waarschijnlijk gaat uitzien? Oh, valt op zich wel mee. Ziet eruit als een slak en een schorpioen en een waaier. Die samen een baby kregen. Dat geluid maakt me alleen niet zo heel erg blij. Well, we hebben een boek gekregen met Fire Protection. Dat is fijn. En we gaan door naar de rest van de mobs. To be honest guys, had ik echt verwacht dat deze mobs minder eng zouden zijn. Ik vind ze toch nog wel een stukje spannender dan ik had zien aankomen. Wij hebben hier de Blade Trap. Guys, wat is dit? Dit is een trap? Dus als ik hier tegen... Oh jongens! Nee, ja, Siri, sst. Niet tegen mij praten, Siri. Ik ben hartstikke druk bezig nu met mops en zo. Siri begint tegen mij te praten en vraagt zich af wat er gebeurt. Oké, die was heel erg creepy. Oh nee, dat is de troll. Die moeten we juist nog doen. Oké, de volgende is de troll. Dat ziet eruit als een krop sla die nog in de soep gemixt moet worden. Weg! Nee! Laat me met rust! Is hij nou zojuist veranderd in een steen? Dat is steengoed. Sorry. De volgende is Manticore. Nee, nee, niet fijn. Oh, wow, 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 wow. Geef de boer een stoel, zou ik zeggen. Dit is, oké. Oké, de volgende is de... Oké, ik kan het weer niet uitspreken. Guys. Is dat... Ik weet eerlijk gezegd niet wat je ogen, wat je oren en wat je mond moet voorstellen. Zeg maar, ik kan in die lange twee dingen aan je hoofd oren zien, maar ook best wel ogen. En dat maakt mij bang. Maar die twee puntjes kan ik zien als neusgaten en als ogen. En dat maakt mij misschien nog wel banger. Weet je wat? Laten we er een einde aan draaien, jongens. Dit is echt super creepy. Waarom zou iemand voor zijn plezier dit soort mobs maken? Als ik mijn eigen mob zou maken, zou het lijken op een zakje met Skittles. Is misschien ook niet de beste keuze, maar het is nog altijd beter dan dit soort monsters. Oké, volgende. Ja, goed, wat is dit? Sorry, wat zei je? Ja, maar ik snap niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Oké. Nee, doen we dit. Ah, dit is allemaal zo eng. Ik ben nog geen één keer een mob tegengekomen waarvan ik denk, ja, jij mag in Minecraft. Nee, het is creepy, het is eng, het is not my thing. Oké, dit is de cave. De cave fisher. Huh? Oeh. Dat klinkt unsatisfying. Oeh, ga weg. Oeh. Oh, hey! Spinnenwebben! Serieus? Vind je dat cool? Nou, ik wel. Ik zou het ook wel willen. Wow. Dit beest heb ik ooit gezien. Er werd gezegd dat dit beest in de Nether zou komen. Niet door Minecraft zelf per se, maar ik las het op internet bij iemand. Dus, hey, nieuwe Nether mob. Als je deze in de Nether vindt, dan is de kans echt 0,001%. Echt waar, er zijn mensen die zeggen dat ze hem in de Nether hebben gezien. Dat ze dit beest in de Nether aantroffen, maar de kans is echt 1% of minder. Ah, ga weg! Ja, wegwezen. Ik wil je hier niet. Jij bent een eng Netherbeest. En zie je wel, hij dropt ook Spider Eyes en Netherward. En dat komt uit de Nether. Oké, dan hebben we hier de... Waarom klinkt dat geluid als een cola machine? Zeg maar zo'n soort van vending machine die gewoon niet werkt. Een snoepautomaat die kapot is. Wegwezen! Laat me met rust! Oh jongens, waren dat ze? Hebben we ze serieus? Nee, we hebben ze nog niet allemaal gehad, maar bijna wel. Wij hebben hier een Hulk. En weer weet ik niet wat zijn ogen moeten voorstellen, ja of nee. Zeg maar die twee rode dingen. Zijn dat zijn ogen of zijn die twee kleine witte puntjes zijn ogen? Het leek alsof hij ja knikte toen ik het over die rode dingen had. Dus I don't know. Wegwezen! Oh jongens, ik moet wel zeggen... Oh, wat is dit? Een zwaard? Wow. We hebben gewoon een iron sword gebreken met een breaking. Iron sword gekregen, niet gebreken. Guys, tot nu toe moet ik eerlijk toegeven dat ik ergens wel begrip kan hebben voor de villagers die ervoor hebben gekozen om Mr. Zero, meneer Nul, hoe je hem ook wilt noemen, uit de stad te zetten. Ze hebben hem ook echt een beetje ingebouwd met lava, spinnenwebben en dit soort muurtjes. Ik denk dat hij er op zich wel overheen kan klimmen. En als hij het niet kan, dan springt hij wel op een van zijn monsters. Is er nog eentje die we niet hebben gehad? Dat is op zich een vrij goede vraag. Ja, ik denk dat dit de allerlaatste is. Waarom lijkt het op een hotdog?
Alleen dan zonder het broodje. Guys, it's been enough. Dit was nice. Het was een leuke ervaring. Hey! Nee! Stop met dat vuur! Jij komt ook uit de Nether. Ja, zie? En het jongens, echt waar. Dit zijn mobs die ik nooit in de Nether wil tegenkomen. Ik wil niet weten of ze er überhaupt zijn. En als ze er zouden zijn, wil ik ook niet weten hoe groot de kans is dat je ze tegenkomt. Want anders kom ik nooit meer in de Nether. Mr. Zero, spijt me, maar... Je mobs waren cool. In de zin van, ze zien er gaaf uit. Oh, serieus? Je keert me de rug toe terwijl ik tegen je praat. Alleen ik denk dat jij en ik niet echt beste vrienden kunnen worden. Zeg maar, mijn hobby is Pokémon kaarten. En jouw hobby is Pokémon's maken die 10.000 keer enger eruit zien dan de normale Pokémon's. Guys, abonneer op mijn YouTube kanaal. Kan heel gratis hieronder aan de video. En als je dat doet, verschijnt er ook een belicoontje. Als je al geabonneerd bent, staat het belicoontje er al. En als je op het belicoontje drukt, blijf je automatisch op de hoogte van wanneer ik weer een nieuwe video upload. Bedankt voor het kijken. En ik zeg... Ik vond deze mobs eng. Adios. Ik ga mezelf ingraven. So.